Telesuur is toegetreden tot het Friends of Green Suriname programma van Conservation International Suriname, CIS. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond gisteravond plaats in de bankethal van Hotel Torarica. Telesuur waarnemend directeur Mike Antonius en CIS-directeur John Goedschalk plaatsten hun handtekening onder de overeenkomst. Telesuur, die zich aanmeldt als vriend nummer 20, stelde het mobiele nummer 8011111 ter beschikking. Binnenlandbewoners kunnen vanaf gisteren gratis op dit nummer verdachte zaken die hun milieu en hun leefgebied kunnen schaden melden aan CIS. Telesuur stelde ook zendtijd via ATV beschikbaar ten behoeve van het Friends of Green Suriname-programma. Volgens de waarnemend Telesuur-directeur tilt het bedrijf heel zwaar aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, met name gericht op duurzaam ondernemen voor mens en planeet. We leggen infrastructuur aan in diverse gebieden, ook in het binnenland. We willen dat op een verantwoorde wijze blijven doen, geeft Antonius aan. Aangezien het binnenland ook een werkgebied is van Conservation International, vinden wij het belangrijk om in ieder geval ook van hun expertise gebruik te maken op dat stuk. Zodat wij dit allemaal op een verantwoorde manier kunnen voortzetten. We gaan verder met onze infrastructuur tot verder naar de zuidgrens. We hebben inmiddels ook in Sipaliwini een aantal masten. We noemen er enkele Tipu, Stoelmanseiland, Leliegebergte, Kwamalasamutu en Kawamhakkam. Dat zijn allemaal locaties en we gaan nog verder. Waarbij we in ieder geval telecommunicatievoorzieningen leveren aan iedere burger in deze samenleving. En dat is natuurlijk handig om wanneer je zo ver het binnenland ingaat, wanneer je weet dat Conservation International, dat het een werkgebied van hun is, dat je daarbij natuurlijk ook afstemt. Want dan door samen dingen te doen, kan je in ieder geval meer bereiken. Concreet stapt Telesuur dus in het Friends of Green Suriname programma. En daarbij bieden wij ook mogelijkheden in een win-win relatie aan Conservation International. CIS-directeur Goedschalk is blij dat Telesuur is toegetreden tot de Friends of Green Suriname groep en dat het telecombedrijf het 800-nummer ter beschikking heeft gesteld. Dit betekent zoveel voor onze familie en vrienden in het binnenland, zegt hij. Zij zijn uiteindelijk de ogen en de oren van het bos. Zoals ik vaker heb gezegd, de boslandbewoners, als ze nou de inheemse of de Maron-stammen zijn, ze zijn de eerste, de laatste en de beste vorm van natuurbescherming. Punt uit. En hiermee hebben we een nieuw wapen gekregen in die bescherming. Vanaf nu kan het dorpsgezag en de verschillende assistenten die werken aan natuurbescherming in het diepe zuiden van Suriname kunnen kosteloos contact met ons maken. Als ze een illegale goudzoeker zien, of ze zien een beweging die ze niet vertrouwen, kunnen ze ons bellen, zonder hun beltegoed kwijt te raken. Vergis je niet, beltegoed in deze situaties is erg moeilijk te krijgen, dat weet je. Nee, maar dus het is echt significant. En het is iets dat we misschien niet allemaal als stadsbewoners meteen zullen vatten. Maar als je in Kwamala bent en je ziet iets en je moet bellen en je hebt geen beltegoed, dan gaat het voorbij. En vanaf dit moment zal dat nooit meer hoeven plaats te vinden. Nee. Wat ik ook erg bijzonder eraan vind, is dat ondanks de bijzonder moeilijke economische situatie van het land, dat Telesuur toch zegt, nee, wij blijven investeren in onze sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij blijven die ontwikkelingspartner en we gaan verder daarin. Om zoiets nieuws en creatiefs en innovatiefs met ons samen te doen, dat waardeer ik echt ontzettend. John Goedschalk, directeur van Conservation International Suriname. Hij sprak gisteravond in verband met de toetreding van Telesuur tot het Friends of Green Suriname programma.